Ik had een vraag bij jullie allemaal opgeschreven en die ben ik dus helemaal vergeten te stellen. Dus dat ga ik nu even doen. En ik begin bij jou, Hamed. Jullie hebben natuurlijk hele leuke foto's voor jullie jeugd uitgezocht. En ik wilde vragen dat als je terug mocht in de tijd en jezelf advies mocht geven over je relatie met je ouders, wat zou dat zijn? Ik denk, ja, toch iets meer geduldig zijn. En niet te snel als een, ja, ik denk als je, vooral in de puberteit zeg maar, ik heb 2 gehad. De eerste of 2? Ja, ik heb er 2 gehad. Gewoon, ja, meer geduldig zijn en dat je ook moet begrijpen van, dat ik, ja, als je meer geduldig bent, dat je ook een keer je ouders het woord laat doen of je moeder of wat dan ook, dat je echt geduldig bent met ook hun reactie op je nemen en kijken wat je ermee doet. En ja, dat eigenlijk. Dat niet snel conclusies trekken aan. Ja, precies. Oké. Ja. Herkennen jullie dit een beetje? Ja, ik zie daar een knik. Oké. Toen ik nog erg jong was, en ik denk dat ik 10 was, 11. En we kregen natuurlijk allemaal reclamefolders binnen. En ik zag in die reclamefolders van Phone House en Hi, et cetera, zag ik telefoon, Sony Ericsson, Samsung, gratis. En ik, pap, mag ik deze alsjeblieft? En hij, nee. En ik, hoezo niet? En hij zegt, ja, dat kost veel geld. Ik zeg, het is gratis. Ik kan het lezen, het is gratis. En hij, weet je, hij probeerde uit te leggen, nee, het is niet gratis. En hij zei ook altijd, niks is gratis in Europa. En dat bleek later heel erg waar te zijn. Maar omdat ik dat concept van abonnementen en omdat je echt jong bent, snap je dat nog niet. Verweet ik mijn ouders heel veel. Dus ik dacht van, ze gunnen het mij niet. Ze willen mij geen telefoon geven omdat ze mij niet verantwoordelijk genoeg vinden of iets. En dat is precies waar je het net over had, te snel conclusies trekken. En ik denk dat ik dat wel echt een gouden tip had gevonden. Ja, ik heb even nagedacht. Ik dacht, ik vond het wel goed zo. Puber is wel oké. Hoe ik was. ja. Maar ik dacht... I love Violetta. Ja. Nee, aan vroeger denk ik van, ik hoef geen tip te geven, maar ik zat te denken misschien wel nu aan mezelf een tip geven. Om een soort van, ja, om geduldiger te kunnen zijn nu je zelf ook ouder bent, dat je minder snel boos wordt. Want ik merk, ik word boos omdat je zoveel houdt van de ander, van mijn moeder, van mijn vader. Ja, het gaat je aan en daardoor word je boos omdat je wilt dat het goed, wilt dat die ander gelukkig is. Dus ik zou mezelf eigenlijk nu als tip willen geven van, tone it down a bit en heb iets meer geduld naar je ouders toe die jou... Die alles voor je hebben gedaan je hele leven lang en nog steeds doen. Ja. Klopt het, Violetta? Die Peter mee eens? Ja? Kun je hem goed? Hij was ook moeilijk. Ik had het ook moeilijk, zeg. Ik vind het grappig, want jullie geven dezelfde adviezen. En we horen de hele avond eigenlijk hele liefdevolle verhalen. En toch vragen jullie meer geduld van jullie zelf. Dus ik vind het, die relatie van beide kanten, het lijkt zoveel liefde. Dat en de boosheid. Heja. Ja, ik denk dat we, op reactie op wat je net zei, Het is net een schuld alsof je die nooit aflost. Ja. Dus op een of andere manier wil je toch geduldiger zijn tegenover je moeder of vader. Tip die ik mijzelf zou geven is minder geforceerd, man. Ik was al edgy genoeg, maar ik wilde het per se nog edgier maken tegenover mijn moeder. Ja. En eigenlijk... rustig aan inderdaad. En op een gegeven moment wensen er zelf wel aan. Wensen er zelf aan. Mijn moeder is in dat geval, ja. Ja. En in de zaal, als je een tip aan jezelf mocht geven, wie wilt er delen? Ik zie daar achter een hand. Ja, het is natuurlijk wennen voor je ouders om in een nieuw land te komen, zoals Nederland. En als je hier bent opgegroeid, ben je natuurlijk met normen en waarden en... noem allemaal op, opgegroeid van hier. Maar uiteraard zullen er momenten komen dat je je ouders zelf moet gaan bijscholen. Of iets aan moet leren waar zij misschien een beetje iets van trots of zo hebben wat in de weg staat. Waarvan ze denken van, ja, jij gaat dat mij helemaal niet bijleren. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om?
Ja, ik wil er wel kort op reageren. Voor mij had ik eigenlijk heel veel geluk, omdat mijn ouders zo open stonden voor mij. Dus ik ben daar niet echt, heb ik denk niet echt tegengekomen. Voor mij was het eigenlijk zo dat als ik iets van wijsheid of een andere kijk op dingen wilde delen met mijn ouders, dan was het heel vaak eerst via mijn moeder en dan kwam het uiteindelijk toch wel bij mijn vader. Want mijn vader die was, heel direct en misschien is dat iets wat van de Nederlandse cultuur gelijk is overgenomen. Hij was heel direct met dingen en was best wel fel in zijn denkwijze. Dus als hij over bepaalde dingen anders dacht, dan was dat ook zo. Maar als ik het dan anders verwoordde en een andere kijk op dingen deelde met mijn moeder, merkte ik toch wel dat er langzamerhand mijn vader daar ook een andere kijk op begon te krijgen. Dus ik denk dat de key wel was om het via een ander kanaal door te geven. En in dit geval was het dan via mijn moeder. Via je moeder? Ja. Dus je hebt hele strategieën kunnen ontwikkelen daarin. Ja, precies. Wil jij daar nog op reageren? Dat is nog maar even wat zeggen. Nou, de bunnenschoot is gelijk was dat, ja, mijn vader vraagt nog steeds, kan je even een pdf-bestand maken van dit ding? En dat soort van die technische dingen. Maar dat is wel voor meer mensen, niet de ja, mensen. Ja, dus ik denk dat heel veel mensen dat van onze generatie hebben. Ja. Dus, en mijn vader typt nog steeds zo. Dus dat zijn dat soort, meer, dat soort vragen eigenlijk, die ik, hoe ouder ik werd, meer kreeg. Ja, dus misschien ook de herkenbaarheid dat je als kind eigenlijk wel sneller integreert, zei ik al in het begin, dan je ouders. Ik heb ook nog een grappig verhaal dat ik, er werd Sinterklaas gevierd in groep 3, 4 was het. Maar ja, als je er niet mee bent opgegroeid, dan weet je al meteen dat het niet bestaat. Ik riep ook in groep 4, mevrouw, Sinterklaas bestaat toch niet, want ik kon niet tegen liegen. En dan zo, dus ik begreep het hele concept niet. Maar het werd mijn moeder tijdens ouderraad gevraagd om een cadeau mee te nemen, want dat werd dan door Sinterklaas gegeven. Mijn moeder had zoiets van, hoezo van Sinterklaas, wij kopen het cadeau. Maar oké, kocht ze zo een pop, weet je wel. En dan hebben ze haar gebeld, maar mevrouw, het moet 5 gulden. Die anderen hebben hele kleine cadeaus, dat kan niet. Dus mijn moeder, die neemt me mee naar de speelgoedwinkel en zegt, hier, kies een kleurboek of iets uit, 5 gulden. Je moet morgen even verrassen omdat je het van Sinterklaas krijgt. Dat zijn ook weer de humoristische momenten. Dus je denkt, oké, ja, is goed. Even kijken. Ja, daar heb ik een vraag. Of een opmerking misschien. Hi. Ja, ik heb wel een vraag. Want jullie hebben het over de flexibiliteit die jullie eigenlijk moeten hebben om je te bewegen binnen verschillende culturen. Dat best wel wat wrijving veroorzaakt. Maar wanneer heeft het jullie juist heel erg in jullie voordeel gewerkt? Ja, juist als je, ik weet niet, heb ik, als je zo twee culturen opgroeit, bicultureel, dus buiten Nederland, binnen Bosnisch, dan ja, je leert dat er niet één verhaal is, niet één waarheid is, niet één cultuur, waardoor je de rest wat je in je leven tegenkomt beter in perspectief kan plaatsen of kan relativeren, en waardoor je minder eenzijdig naar dingen kijkt. En dat vind ik echt een schat of zo, dat vind ik fantastisch. Daar helpt het mij heel erg in, dus dat soort moeilijke dingen met Sinterklaas vroeger, of dingen die mijn ouders niet begrepen, of taal. Dat heeft me juist uiteindelijk nog rijker gemaakt, juist doordat je die struggle ziet of zo, waardoor je anders naar de wereld kijkt. Dat vind ik echt tof. Wil iemand anders daar nog op reageren? Ja? Daar. Oké, terugkomende thema's die we door de avond heen zien is zowel het schuldgevoel als een beetje zoeken naar je eigen identiteit, heb ik het idee. Zijn jullie al op jouw identiteit gekomen en zo ja, wat neem jij dadelijk mee als je zelf ouder wordt? Wat is de identiteit die jij dadelijk in jouw kinderen wil meegeven? Want jij hebt het verhaal van je ouders dan niet meer. Jij bent dan de moeder, de vader. Ja, hele goede vraag. Ik zou zeggen dat los van, je zou eerst denken dat je inderdaad een identiteit creëert na de hand, omdat je rebelleert tegen je moeder of omdat je daartegen in moet gaan en die schuldgevoel, et cetera. Maar ondertussen ben je ook je identiteit aan het zoeken als normaal persoon, los van dat hele vluchtelingenachtergrond. En ik denk dat ik eigenlijk oprecht, nu pas, op mijn 27-jarige leeftijd, echt mijn identiteit heb gevonden.
Wat ik mee wil geven aan mijn kinderen is eigenlijk die vrijheid om zichzelf inderdaad uit te pluizen, maar ook om wie papa en mama is, om het zo te zeggen. Want ze moeten wel weten wie hun vader en moeder is om zichzelf uiteindelijk eruit te kunnen halen. Ik had laatst nog iets heel moois gezien, dat wanneer je geboren bent, dan is je naam, je religie, alles is al voor je bepaald. En dan moet je eigenlijk zelf erachter gaan komen van ben ik dit of ben ik dit niet. En ik denk dat ik dat stukje weg wil hebben. Ik denk dat we dat als millennials überhaupt wel ervaren, is dat je tussen je 25 en 30 in een soort, nou ja, midlife-crisis komt, om het maar zo te noemen. Ja. En identiteitsvorming is altijd wel een ding. En herkent iedereen, ik denk dat er heel wat millennials, kan ik nu inschatten, in de zaal zitten, dat identiteitskwestie, hoe zij dat beschreef, dat dat ook bij jullie zo is gegaan? Hallo allemaal, ik ben Katja. Ik ben uitgenodigd dus haar om hier te komen kijken. Voor mij is het niet echt een makkelijk onderwerp. Ik word er nu een beetje emotioneel van. Maar inderdaad, identiteitscrisis, daar zit ik nog steeds mee. Ik heb heel Nederland rondgereisd als bezoeker in mijn jonge jaren. Wij zijn gekomen in 1997, denk ik. Ja. En genoeg meegemaakt natuurlijk. Dat zijn dingen die je eigenlijk nooit vergeet. Dus ik heet eigenlijk Yekaterina Vladimirovna Snesar. Nou, Vladimirovna, dat kon natuurlijk van mijn moeders kant. En daar kom je eigenlijk niet meer vanaf. Kort gezegd, dus dat kan ik niet soort van aanpassen of wat dan ook. Dus daar zit ik af en toe mee. Dus bij mij is het meestal Katja, V, Snesar en dan Vladimirovna. Dat laat ik achter me maar zitten. Ja, en af en toe, mocht ik met papieren bezig zijn, dan komt het toch weer naar boven. En dan komt heel het verleden weer naar boven waar ik af en toe mee moeite mee heb. Nog steeds, ja. Het snijdt voor sommigen harder dan voor anderen. En dankjewel dat je überhaupt sorry mij dat pakt. Ik zo emotioneel nee, van word. Zeg geen sorry. Het is oké. Okay. Ik ben toen ik hier in Humanity House naar binnen liep, 1 jaar geleden. Toen was ik 27. En de vluchteling is hier een thema. Je ervaart hoe het is om. Het klinkt heel raar om te zeggen dat door een museum te lopen je ervaart hoe het is om een vluchteling te zijn. Het is ergens frustrerend, ergens heel goed dat die bewustwording er is. Toen ik dat zag, dacht ik. Wow, wacht, dat ben ik ook. En dat probeerde ik ook te vergeten. Dus ik vind het heel mooi dat die realisatie komt bij jou misschien nu. Ja. En dat komt heel hard. Het is iets en wat is je okay. eigenlijk probeert af te sluiten, moet ik eerlijk zeggen hoor. Omdat je natuurlijk, je moet doorgaan. Ja. Je moet met de stroom mee. En dat is sowieso niet naar achter kijken, naar het verleden. Dus ja. Maar bedankt dat ik hierbij mocht zijn. Dankjewel. Dankjewel, Katharina. En Katharina. Dankjewel. Ik denk dat ik, om terug te komen op de vraag wat ik mee zou nemen, de verhalen die we vandaag allemaal hebben gehoord, we hoorden natuurlijk over niet alleen de struggles die wij hebben meegemaakt, maar vooral ook de struggles van onze ouders. En wat ik dan sowieso mee zou geven, is, ik zal eigenlijk de goede kanten, want uiteindelijk is alles wat onze ouders hebben gedaan, dat is gewoon uit liefde. En zoals jullie ook allemaal hebben gemerkt, ook al leek de toekomst een beetje somber, uiteindelijk, omdat je ouders echt van je houden en zoveel hebben opgeofferd en van je blijven houden, is dat ook echt in principe een van de belangrijkste dingen die je aan ze mee kan geven. Gewoon liefde. En die moet gewoon onvoorwaardelijk zijn. Dus als je die meegeeft dan en een mens blijft groeien, blijft ontwikkelen, komt het allemaal toch wel uiteindelijk weer terug. En realiseer je later van oké, dit deden ze uit liefde en dit deden ze uit bescherming voor jou. Want bijvoorbeeld dat jij uit de kast bent gekomen voor in de Afghaanse cultuur, ik kan me niet eens voorstellen hoe taboe dat is, snap je? En uiteindelijk was het misschien uit boosheid, de eerste reacties, was dat gewoon uit liefde, omdat ze je willen beschermen, snap je? Omdat ze niet willen dat je wordt bejegend of beoordeeld. Dus dat zou ik meegeven. Dankjewel.
Ja, ik wil nog aan toevoegen, omdat dat schuldgevoel komt zo vaak terug. En ik heb dat ook ervaren, maar ik had een keer daar een heel, vond ik goed en kort gesprek met mijn ouders over. Dat je zo zegt van, ja, ik heb zo'n schuldgevoel, jullie hebben van alles opgeofferd voor mij. En toen zeiden mijn ouders gewoon, hallo, kap daarmee. Elk ouder geeft alles voor zijn kind. Mm. Dus dat is niet zozeer een vluchtelingen ding, maar dat is gewoon, als je een goed ouder bent, dan offer je alles op voor je kind. En het is nu eenmaal zo dat er conflict is in de wereld, dus die situaties zijn wat heftiger en intenser. Maar als het goed is, dan offert een ouder dingen op voor zijn kind, omdat hij dat wil, wat jij zo mooi zegt, uit liefde. Liefde, ja. En dat gaf mij ook een plek van, denk ik van, ja, waarom voel ik me eigenlijk schuldig? Dat is, hoeft helemaal niet. Ja. Maar het gekke is dat het er wel ontstaat bij ons allemaal. Dat is ook weer gek. En het blijft erin terugsluipen, heb ik ook het gevoel. Het is niet, het gaat soms weg. Opeens is het weer terug. Ondanks dat ik al 7 jaar niet meer thuis woon, nog steeds. Het laatste persoon, ik denk iedere dag sowieso aan mijn moeder daarin. Dus ja. Ik wilde even iets toevoegen. Ik ben Yannick. Ik ben half Rwandees, half Nederlands. En waar heel veel mensen mee te maken hebben en ook vandaag hebben gehoord, is dat we te maken hebben met een hele harde opvoeding. Onze ouders hebben heel veel dingen meegemaakt. En wat mij daarin heel veel hielp en nog steeds heel veel helpt, is vergeet niet dat je ook een vriendschap hebt met je ouders. Hoe gek dat ook klinkt. Dat gewoon, mijn moeder is gewoon een van mijn beste vrienden en mijn vader hetzelfde. En sinds ik die omslagpunt heb gemaakt, ben ik ze ook gewoon op een andere manier gaan leren kennen. En dat is eigenlijk ook een tip die ik aan iedereen meegeef. Van vergeet niet dat je ouders zijn, maar dat het ook gewoon je vrienden kunnen zijn. En dat is ook wel iets wat mij heel erg ontroert en heel erg blij ben dat ik die... Ja, dat ik dat ben aangegaan en wat heel veel mooie momenten kan opleveren. Dus vergeet niet in vooral de leeftijd waar we nu in zitten om ook daarin te investeren. Mag ik heel even aan je vragen, hoe ben je die vriendschap voor jou aangegaan? Heb je daar een bewuste actie in ondernomen? Kan je een moment herinneren dat je dat hebt gedaan? Ja, ik begon heel erg duidelijk, expres, na mijn puberteit gewoon vooral dingen te benoemen wat ik dagelijks meemaakte. Van ik dacht van, oh, dat zijn dingen die je echt niet met je ouders kan bespreken. Die deed ik gewoon wel. En langzamerhand kwam ik erachter dat, toen vertelde zij ook meer dingen. Dus door mezelf open te stellen in dingen die ik meemaakte, deden zij dat ook. En dat, daar ontstond er gewoon echt naast een ouderschap ook een vriendschap van. Oké, dankjewel. Mooi. Ik hou van jullie. Le Fogue, en ik zag een andere hand. Ik ben daar, ja. Dankjewel. Nou, het ding is zo, als millennial, maar vooral als refugee millennial, hadden we het niet makkelijk. Onze ouders waren tough, man. Geen poedersuiker op, niks. Gewoon rauw. Dus mijn vraag aan Breit is eigenlijk van, you didn't receive any sugar powder van mama, toch? Maar jij was niet alleen in jouw missie, in jouw weg naar hier naartoe. Je had je broertje met je mee. Zorgde jij voor je broertje wel dat hij een klein beetje van die coating kreeg? Omdat, ja, jij bent natuurlijk de oudere broer, dus jij krijgt het meeste gewicht op je. Ja, ja, dat is zeker zo. Ik ben de oudste en ik heb het ook gemerkt in de opvoeding dat mijn ouders een stuk strenger waren voor mij dan voor mijn broertje of voor mijn zusje later. En ik begrijp dat ook helemaal, want als dat niet het geval was, dan... had ik ook niet bepaalde levenslessen doorgegeven aan mijn broertje en aan mijn zusje. En omdat mijn ouders zo hard aan het werk waren, hadden ze ook niet echt een optie dan die kennis en die opvoeding aan mij door te geven. Want uiteindelijk was ik degene die de meeste tijd doorbracht met ze. Dus was ik ook degene die er een soort van op werd afgerekend, weet je. Als ze thuis kwamen en ze zagen het hele huis was een zooitje, dan was het niet van Brian, zo heet mijn broertje, van, waarom heb je niet opgeruimd? Dan was het van Breit, waarom heb je hier iets niet aan gedaan? Ja. Al moest ik het niet zelf doen, maar ik moest er wel voor zorgen dat er werd gedaan. En dat is wel, dat is wel iets wat nodig is in een refugee family die aan het struggelen is en waar... Iedereen moest een steentje bijdragen. Precies, iedereen moest een steentje bijdragen. Hijam, je broertjes moest je natuurlijk verzorgen. En het kan gewoon niet anders dan de oudste het hardst op zijn en
Zo gaat die grafiek een beetje naar beneden. Mama knikt. Snap je? Ze is het ermee eens. Ja. Hoe gaat het met de mama's hier? Goed? Het voelt als een vroege moederdag cadeau. Wat zegt u? U geniet ervan. Ah, oh, dank je. Mooi. Ik had daar helemaal achter een hand. Ik weet niet of we de mic kunnen doorgeven. Goeie workout, Frederik. Let's go. Hi, mijn naam is Besse. Ja, wat ik wilde zeggen was... nou, haar verhaal, Hedje was het? Oh, ja. Dat niet het gevoel hebben dat je... ja, een schuld die je niet kan afbetalen. Heb ik altijd... dat gevoel heb ik ook gehad. Mijn moeder en vader. Ja, mijn moeder moest weg toen ik een paar maanden oud was. Om hier voor een beter leven voor ons eigenlijk. Dus ze heeft mij als baby niet echt meegemaakt. Mijn vader was eerder weggegaan. Om eigenlijk hier zo alles te regelen. Zodat wij het goed zouden hebben op het moment dat wij hier waren. En dat gevoel is laatst niet zo lang geleden pas weggegaan. Het gevoel dat ik mijn ouders... ja, niet echt heb terugbetaald, maar ik heb nu zelf een kind van 8 maanden. En alles wat hun hebben gedaan, denken wij zo van, oh, nou, ze hebben zoveel voor ons opgeofferd. Nu heb ik mijn eigen kind en denk bij mijn hoofd, ik zal precies hetzelfde voor hem doen. Ja. Ze hebben ervoor gekozen om een kind te nemen. En als je eigenlijk als vader of moeder niet bereid bent om al die dingen te doen die jouw moeder of vader voor je hebt gedaan, ja, ik denk niet dat je echt vader of moeder hoort te zijn dan, zeg maar. En ik heb niet zo lang geleden mijn moeder op haar plek gezet en toen dacht ik van, wow, ik heb ook iets opgeofferd. want om als Afrikaan of als Ghanese mijn moeder op haar plek te zetten, dat is suicide. Ik wou net zeggen, hoe ging het met je daarna? Wanneer ben je uit het ziekenhuis gekomen? Zij vertelde mij iets van hoe ik mijn kind moet behandelen en ik had zoiets van, maar ik ken mijn kind, ja, ook al bestaat hij pas 8 maanden, ik ken hem wel heel zijn leven. Langer dan jij. Dus ga mij niet vertellen hoe ik mijn kind moet behandelen. Maar op het moment toen ik dat zei, dacht ik van, wow. Ja, ik heb ook iets opgeofferd. Dat is bijna mijn leven daar. Dus ja, iedereen hier zo. Moeders en, ja, moeders en vaders, echt bedankt. Thank you. En wij als kinderen of zoons en dochters van onze, ouders. Hey, geef liefde aan je moeder. Geef liefde aan je vader. Ja, ze verdienen het, maar jij hebt het ook verdiend. Dat is de reden waarom ze het voor jou hebben gedaan. Dankjewel, dat vind ik een hele mooie. We gaan een laatste vraagrondje doen, als er nog vragen zijn. Daar zie ik nog één. Oké, laatste 3. Mic check. Hey. Yes. Goedenavond ten eerste, mijn naam is Abdullah. Refugee millennial ook, 28 jaar oud. Nu ik de mic toch heb, wil ik ten eerste even gebruik maken van dank jullie wel, jullie allemaal. Dat was echt een heel mooie avond. Jij bedankt. En het is gewoon mooi om te zien hoe bij elk spreker een stukje herkenbaarheid. Ik vind iets terug in mezelf, in jullie verhalen. En dat is super mooi. Want kijk, als we kijken naar de titel Refugee Millennial, dat is zo'n niche. 17 miljoen mensen in Nederland. Maar hoeveel mensen zijn nou echt refugees? Ik kom zelf uit Somalië. En hoeveel mensen zijn echt millennial? Dus het is zo'n specifiek, ja, categorie. En hoeveel mensen hebben moeders die echt letterlijk alles voor hen hebben opgeofferd. Dus dat is heel mooi. Ja, ook dankjewel Sahar. Het is mijn tweede keer dat ik hier ben. En de komende paar keren in 2020 ga ik ook sowieso bezoeken. En ik had nog een vraag. Want we hebben natuurlijk heel erg gefocust op onze moeders. Maar het is ook refugee millennial. En mijn vraag was, we zijn allemaal bicultureel. Hè? Afghaans, Nederlands, Rwandees, Nederlands. Hoe hebben jullie moeders hierbij geholpen met het vinden van een balans tussen beiden? Is dat gelukt volgens jullie of zijn er nog zoekende? Ik was heel erg benieuwd naar. Dankjewel. Bijdrage van het terugvinden van je, of het kunnen behouden. Precies. Van je cultuur of dat stukje. Ja, zeg maar. Want het is natuurlijk altijd de worsteling die je hebt. Hè, van okay. Ben je nou Nederlands, ben je nou van een ander land of hoe zit dat? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik ga één van jullie laten beantwoorden. Wie wil daar graag op ingaan? Tenzij een andere persoon zegt ook, ik wil. Ik hou hem heel kort. Ja. Allebei. ik denk dat een van de gouden regels die mijn ouders hadden ingevoerd thuis was dat we thuis Rwandees spraken. En als je Rwandees spreekt, dan, dat is eigenlijk zo met elke taal, dan blijft een stukje cultuur en die identiteit die blijft bij je.
En dat heb ik echt gemerkt toen ik ongeveer 3 jaar geleden weer na 10 jaar terugging naar Rwanda voor het eerst. En ik de taal sprak, was iedereen van, oh, we waren nog helemaal aan het oefenen in het Engels, hoe we tegen jou moesten praten. Maar dat hoeft niet meer, want je spreekt de taal nog. En omdat die taalbarrière niet is, hou je toch nog dat stukje van, je herkomst, hou je dat nog in je. Ja, thank you. Dat is mijn antwoord op jouw vraag. Ja, hetzelfde met betrekking tot taal. Thuis spraken we gewoon Koerdisch. Maar we zijn super patriotisch opgevoed, moet ik eerlijk zeggen. Dus het was elk jaar 21 maart nieuwjaar vieren met een groot Koerdisch vlag, Koerdische jurk aan. En zo ben ik eigenlijk opgegroeid. Dus als we naar Koerdisch kwamen, kenden we ook heel de Koerdische geschiedenis. En hetzelfde bij Bright. Iedereen was like, oh, ja, je accent kan wat gekrikt worden, maar verder. All right, dankjewel. En dan was er daar nog eentje en jij had er nog een. Ja, we zijn alweer bijna bij het einde van de avond. En je had me, Sahar, je had me net aan het begin van de avond een vraag gesteld. En ik voelde bij mezelf dat ik dichtklapte. Omdat je vroeg 2 dingen eigenlijk. Je zei, wat is een refugee millennial? En ik wilde zoveel dingen tegelijkertijd zeggen. en ik maakte het heel simpel. Ik legde gewoon uit wat een millennial was en een refugee. Dus echt, ik versimpelde het compleet. Omdat dit ook super complex is. En dit zeg ik niet om een negatieve lading daaraan te geven. Maar om als millennial... Ja, ik ben een refugee millennial, dus ik ervaar ook hoe complex het is. Je hebt meerdere dimensies aan je als persoon, maar het is geen kwetsbare precies. Groep. Dat ja. Is niet... ja, en ik herkende me ook in alles wat jullie zeiden. En wat ik me eigenlijk afvraag, is, dit is best wel een safe space. En voordat Bright begon te bespreken en Heja, want ik ken jullie ook, zeiden jullie eigenlijk al tegen Sahar, dat, of Sahar zei eigenlijk tegen jullie, dat ze niet jullie verhaal kenden, terwijl jullie elkaar wel lang kennen. En ik had hetzelfde, ik ken jullie ook best wel lang. Misschien voelen jullie mijn vraag al een beetje, maar ik spreek hier niet snel over, niet met mijn ouders, niet met mijn collega's, niet met mijn vrienden. Verschillende redenen heb ik daarvoor. Een van die redenen is dus dat ik dichtklap. En mensen die me kennen, ik praat best wel veel. Met heel veel passie over alles wat ik doe. Maar ik ontwijk de vraag constant. En ja, eigenlijk is mijn vraag aan jullie. Hoe gaan jullie met dit onderwerp om buiten deze muren? Dat vind ik een interessante vraag, want toen ik besloot om dit te organiseren, wist ik niet eens hoeveel refugee millennials ik om mij heen heb. Want wij hebben het er helemaal niet over gehad, totdat ik jullie vroeg om hier te komen spreken. Dus er is eigenlijk een intuïtie bij elkaar dat wij dat zijn, maar we vragen niet door. Dus dan ben ik benieuwd hoe... We hebben het niet bespreekbaar gemaakt eigenlijk, want wij hebben samen gestudeerd bijvoorbeeld. Dus hoe klap je eigenlijk niet dicht is je vraag en hoe vaak maak je het bespreekbaar? Ja, ik ben zelf best wel een open persoon. Ik praat niet heel snel over het onderwerp, omdat ik niet mijn moeder bijvoorbeeld, stel dat strenge leven die ik heb gehad, ik wil haar niet in een negatief daglicht zetten. Dus ik ontweek ook heel erg dat onderwerp ook voornamelijk. Als iemand het me vroeg, dan gaf ik ook gewoon een eerlijk antwoord daarover. Maar misschien ook om het feit dat ik niet mij herinner dat ik in een AZC ben opgegroeid en dat soort dingen. Dus ja. Ik denk dat het ook heel erg ligt aan het feit dat er zijn veel meer refugee millennials dan we denken. En daarom zijn avonden zoals deze zijn heel belangrijk, omdat we, we delen ons verhaal. En zoals we hebben gemerkt, zijn er heel veel mensen ook in het publiek die, die heel veel ook van hun eigen verhaal terugzien. En door avonden zoals deze gaan er steeds meer mensen merken van, hey, de struggles die ik heb meegemaakt, die zijn ook terug te vinden bij andere mensen. En door deze gesprekken denk ik dat ik
zelf, want over het algemeen praat ik er niet veel over, maar dat bedoel is je een stukje herkenbaarheid ja, in elkaar, een stukje eenzaamheid daarin weghalen. Precies, soms precies. Denk je dus ik denk dat ik er veel vaker over ga praten, omdat ik nu ik het heb gedeeld met mensen en nu ik merk dat er zoveel mensen ook hunzelf terugzien in mijn verhaal, denk ik ook van why not share it? Want uiteindelijk zijn was het je eerste keer dat je het zo openlijk? Ik denk wel de eerste keer dat ik het zo openlijk vertelde voor onbekenden. Over het algemeen heb ik het er alleen over met close friends. Yeah. Dus, hoe zit dat eigenlijk bij jou, Hamed? Want je hebt your own self-made family. Mm-hmm. Praat je, want je hebt heel veel steun in hun kunnen vinden over alle dingen waar je vanavond over vertelde. Maar praat je veel mensen over je achtergrond? Ik denk dat de meeste mensen wel het verhaal kennen van hoe we uiteindelijk in Nederland zijn gekomen. Ja. Maar ik denk dat ik best wel open daar ook ben geweest. Maar echte details, de minder mooie dingen of juist de echte mooie momenten, die hou je toch wel voor je familie, denk ik. Ja. Maar ik denk dat bijna al mijn vrienden wel hetzelfde verhaal kennen en dat dat wel het belangrijkste is. Ja. Oké. Okay. Wilde jij daar nog op reageren, Wanya? Of jij dichtklapt? Want je had een stukje in je bent helemaal in de verhalen. Hè? Ja, dat is echt een artiest. Nee, in een scène zeg jij heel mooi, er is een stukje, dat vond ik zo herkenbaar, dat je zei dat je heel slim en heel snel zegt, Bastisch, zodat ze niet door gaan vragen. En toch willen ze heel graag doorvragen. Maar klap jij wel eens dicht wanneer mensen het heel specifiek willen vragen naar je achtergrond of... Nou, niet dicht, maar je komt in een soort van, hoe noem je dat, soort van spagaat terecht. Yeah. Je wil niet te veel aandacht opeisen voor jezelf. Vooral niet als het collega's zijn die je net ontmoet of zo. In principe is het fijn dat iemand interesse toont. Maar het is ook weer niet fijn dat je zo'n stempel op je hoofd krijgt van vluchteling. Want je bent, ben ik nu een refugee? Was ik een refugee? Ben je dat altijd? Die vraag vind ik ook heel goed. Denk ik nu ook over na. Dus er speelt zoveel in je hoofd dat het een beetje kortsluiting is misschien. En dan doe je snel van, ik ben Bosnier en dan hoop je, het komt wel goed. En dan is iemand super lief omdat hij interesse wil tonen en dan zit je weer in dat verhaal. En dan vraag je jezelf af van, oké, tot hoe ver ga ik het verhaal? Dat, want het is ook vind ik een hele mooie, tot hoe ver ga je? Want het zijn natuurlijk ook hele gevoelige, gevoelige informatie. Persoonlijke gevoelige info, Allerlaatste vraag. Mijn vraag is eigenlijk, ik ben bijvoorbeeld Nederlands en islamitisch, dat is best wel een taboe in de Nederlandse cultuur, islamitisch zijn. Maar hoe gaan jullie ermee om met de taboes van zowel beide culturen? Want jullie cultuur is eigenlijk gemixt geraakt, dus jullie hebben van beide kanten de cultuur meegekregen. Maar bijvoorbeeld sommige dingen zijn in de ene cultuur een taboe, bij de andere kant heel normaal. Maar hoe gaan jullie er dan mee om als dat tegen elkaar keert? Ik heb gewoon familie in Koerdistan en ik deel gewoon mijn informatie. Ja, als ik weet dat ik daar negatieve reacties op ga krijgen, waarom delen? En er is nog niet naar gevraagd. En als ze naar vragen, geef ik het antwoord. Op een hele rustige manier. En ik heb geleerd dat het aan hun is om, wat voor reacties ze geven, dat is dan hun business. Ik blijf mezelf, zolang ik maar gelukkig ben met wie ik ben, toch? Ja. Don't ask, oké. Okay. Ik kon hem even niet afmaken. Yeah. Wilt iemand anders hierop reageren? Of zijn jullie, hoe gaan jullie met de taboes om vanuit... Zijn er, van de Rwandese cultuur, zei het vergeleken met Nederlandse, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, zijn er heel veel taboes daartussen? Dit zeg ik vanuit al mijn onwetendheid. Ik denk dat het... er zijn niet heel veel taboes, maar... hoe ik omga met die taboes en onwetendheid van mensen is door gewoon met ze te gaan praten. En hoe meer je met iemand praat, hoe meer je diegene door begint te krijgen. Dus hoe meer jouw kant van het verhaal belicht, als diegene een open mind heeft en die is niet van oké, ik heb dit in mijn hoofd. Heel vaak als iemand mij ook vraagt van waar kom je vandaan en ik zeg Rwanda, dan is het eerste antwoord, oh, is daar nog steeds die genocide aan de hand? Dan denk ik van, dan denk ik eerst van, I'm sorry dat je zo ontwetend bent, want
als je überhaupt de afgelopen 20 jaar het nieuws hebt gecheckt en je ziet er niks over, dan gaan we toch wel vanuit dat het wel gestopt is. En als je er ooit iets van hebt meegekregen en je bent erover geïnteresseerd, dan lijkt het mij wel een goed idee om even uit te gaan zoeken hoe het nou zit. Want als het jou niet interesseert hoe het op dat moment zit in een bepaald land, dan denk ik ook van waarom zou je erover doorvragen. Maar ja, hoe mensen zichzelf terughouden en eigenlijk vragen stellen omdat ze eigenlijk bang zijn dat ze de verkeerde vragen stellen. Zo probeer ik me altijd ook gewoon hun vragen echt gewoon te gaan stellen en ze te gaan prikkelen en ze mijn verhaal duidelijk te maken, zodat zij open blijven en ook gewoon verder aan andere mensen, die gaan het voor mij ook corrigeren. Want als zij iemand anders tegenkomen en die komt uit Rwanda... Je wilt niet dat dezelfde fout zich herhaalt bij iemand anders van jouw afkomst. Precies. Dus daarom denk je, ik pak het gelijk nu. Ja, educate them, zeg ik altijd. Ja. Want als jij dat doet, doen zij dat bij anderen. Andersom gebeurt het natuurlijk ook. Het is niet altijd educate them. Ik bedoel, ik stel die vraag aan jou omdat ik het oprecht dan niet weet. Mm-hmm. Maar jij kan weer van mij heel veel leren over de Afghaanse cultuur. Precies. Dus het is vice versa. Dit is precies wat ik bedoel. Als je met elkaar praat, dan kom je te weten hoe het nou echt zit. Dankjewel. Ja, ik moet heel streng zijn, want het is best wel een lange zitel. Dus we hebben onze laatste vraag al gehad, sorry. Ik weet dat het een dialoog was, maar er moet ooit een einde komen. Ik weet dat het altijd, waarom gebeurt het altijd bij een publiek, dat het aan het einde loskomt, jongens. Doen we volgende keer niet meer. Maar je kan je vragen stellen zometeen, want we hebben hierna een borrel. Zo kunnen jullie alle persoonlijke vragen nog aan de Refugee Millennials stellen. We hebben nog één hele korte, ik zal haar maar een toetje noemen. Ik vind haar ook echt een toetje. Ik heb een dame ontmoet nadat ik een soort Q&A had gedaan als moderator. Bij een voorstelling, Kinderen van Aleppo. En zij kwam naar mij toe en ze zei, dat heb je zo mooi gedaan. Ik hoop dat ik dat ook ooit op een dag zou kunnen. En toen dacht ik neem haar gewoon mee naar events. En ik gooi haar er gewoon in en kijk hoe het gaat. En je doet het fantastisch. Zij is Zina. Zij woont hier nu 3 jaar. En we hebben het natuurlijk over Refugee Millennials. En ik kreeg vorige keer ook als feedback, maar er komen nog steeds vluchtelingen binnen. Hoe zit het met het perspectief van hen nu? Vinden zij het niet interessant om naar jullie te luisteren? Want misschien hebben zij met dezelfde dingen over 10, 20 jaar te kampen. En dat is ook zo. Dus ik heb haar gevraagd om vanavond een beetje mee te schrijven. En vanuit haar perspectief ook toe te lichten als nieuwkomer, hoe zij, met welke oren zij eigenlijk hiernaar luistert. Dus dames en heren, hier is Zina nog heel kort. APPLAUS.